Dit bos van fijnsparren in Leersum is ten dode opgeschreven. Dit is een bosperceel wat vorig jaar nog leeft en wat inmiddels is afgestorven. De primaire reden voor de massale sterfte is de droogte. Ze hebben een hele, kun je ook zien bij die boom die er omgegaan is, een heel ondiep wortelstelsel. Hij wortelt echt niet dieper dan dit. Dus hij moet het eigenlijk hebben van water waar hij in die bovenste, 40 centimeter bij kan komen. Op het moment dat het maar regelmatig regent, dan blijft die bovenlaag wel nat. Maar op het moment dat ze 4-5 weken geen water krijgen, ja, dat houdt geen boom vol. Indirect zorgt de droogte voor nog een bedreiging, de letterzetterkever. De vrouwtjes die maken een leggang met de eitjes, leggen ze in één centrale gang, rechtopstaand. En daarvan gaan die larven eigenlijk in een soort stervorm gaan ze zichzelf weer een weg naar buiten eten. Een goede gezonde boom, die kan die kever prima hebben. Die houdt ze prima uit de deur. Die maakt wat haas aan en verderop hebben we een heel mooi exemplaar die helemaal in de witte strepen hangt. Gaat prima. Alleen omdat ze hier nu net op een plek staan waar ze eigenlijk al moeite hebben om überhaupt in leven te blijven. Ja, dan komt er een kever voorbij en dan is het gebeurd. Boswachter Chris denkt dat zeker 95% van de fijnsparren dood zullen gaan in onze provincie. Daarom is Staatsbosbeheer nu op kleine schaal aan het experimenteren met boomsoorten die beter bestand zijn tegen klimaatverandering.